Hey allemaal, welkom bij alweer een gloednieuwe aflevering van het Anne Show Nieuws. En ook deze week ben je aan het juiste adres voor de laatste nieuwtjes uit de Vlaamse showbiz. Lisa Lewis komt vandaag langs in onze studio om het te hebben over haar nieuw album. We zijn ook even gaan kijken tijdens de opnames van het Anne Café en we geven je de laatste nieuwe van Case Choice mee. En ondertussen zit ik in schoon gezelschap van Lisa Lewis. Lisa, welkom in onze studio. Alles oké? Dank u. Ja, Asana. Zeker. Dank u. Geweldig. Zeg, Lisa, je debuutalbum is uit. Sprong in het duister. Was het ook een sprong in het duister voor u? Het was zeker een sprong in het duister. Jawel, jawel. Ik denk voor iedere artiest, als hij begint, dat dat altijd een sprong in het duister is. Ja. Elke nieuwe single dat je uitbrengt, elk nieuw album dat je uitbrengt, je weet ten eerste niet dat het publiek daarop gaat reageren. Dus ik denk dat altijd voor ons een sprong in het duister is. Sowieso, sowieso. Ja. Zeg, en wat staat er allemaal op? Staan er vooral eigen songs op? Staan er covers op? Vertel. Wel, het zijn vooral eigenlijk Italiaanse covers dat erop staan, die dat in Italië heel bekend waren, maar dan bij ons in België niet. En daar hebben dan een aantal bekende tekstschrijvers aan meegewerkt, zoals Stefan Fernande. Ah, dat is Stefan. Ja, en Bart Herman en Wim Soutar heeft er ook een geschreven. Cool. Ja, en als bonus track staat er ook Les Sunlight des Tropiques op van Gilbert Montagnier. Ah ja. Ja, dus het bekende. En er is ook nog een hele leuke van Take That. Ja. Of van Donna Summer, Could It Be Magic. Ja, ja, dat hebben we er ook op gezet. Okay. Ja. Dus je gaat eigenlijk voor, toch voor Nederlandstalige pop. Ja, zeker. Vlaamse pop, ja, inderdaad. Voilà. Dat is helemaal je ding. Ben je al lang aan het zingen? Ik ben wel al lang aan het zingen. Ik heb ook muzikale ouders, de Melando's, Chris en Frank. Dus ik ben altijd opgegroeid in de muziek. En vroeger was ik zot van musicals. Ik ben ook naar de Notre Dame gaan zien. Voilà. Ja. Ik op mijn best. maar ik was er al van kinds bijna af mee bezig altijd. En dan denk ik ook dat het normaal is dat ik er zo ben ingerold. Ja. Dat was mijn volgende vraag, van hoe zijn het er dan eigenlijk ingerold? Inderdaad. Ja, door mijn ouders waarschijnlijk. En heel veel zingen als kind, dat mijn ouders soms zeiden, Lisa, stop nu toch eens. Niet dat het zo slecht was, maar het mag afronden. En dat is gewoon, ik vind het ontzettend leuk om op een podium te staan. En moest ik van mijn hobby mijn beroep kunnen maken, dat zou ik fantastisch vinden. Ja. Je eerste single, Gouden Glimlach, die staat ook op het album? Die staat ook op het album, ja. Oké, geweldig. We gaan naar de clip kijken. Jij mag hem aankondigen. Wel, lieve mensen, hier komt mijn clip van Gouden Glimlach. Donkergrijze hemel, er hangt nevel voor het blauw. Ik zoek naar wat hoop, maar loop verloren in de kou. Stemmen op de radio vertellen wat er scheelt. Het wordt mij soms allemaal te veel. Dan hoor ik het ritme en plots volgt de ommekeer. Ik voel het pompen in mijn hart en denk niets maakt naar meer. Van alle donkere gedachten, denk opnieuw aan hoe we lachten. Dat gevoel verwarmt me telkens weer. Elke keer ik je gouden glimlach zie, wordt de wereld wondermooi. Dan verdwijnt ieder klein of groot verdriet en valt alles in de plooi. Dan til jij me op je vleugels, niks kan mij nu nog gebeuren, omdat jij in mij gelooft. Niks of niemand had mij nog tegen, kan de hele wereld aan. Onze liefde verdrijft de regen, ik weet dat wonderen bestaan. Er kwam een engel aan. Dat ik nu blind ben voor de schimmen van de nacht. Maar ze zijn onzichtbaar als je weer eens naar me lacht. En dan ga ik ook weer stralen. Mijn glimlach is van alle talen. Jij geeft mij maar liefde aan de macht. Beeld je in dat niemand nog zo somber naar je kijkt. Dan wordt plots de wereld minder donker dan hij lijkt. Vrede tussen alle vlaggen. Als we al ons gaat er lachen, is er misschien vrede voor altijd. Elke keer ik je gouden glimlach zie, wordt de wereld wondermooi. Dan verdwijnt ieder klein of groot verdriet en valt alles in de plooi. Dan til jij me op je vleugels, niks kan mij nu nog gebeuren, omdat jij
Gouden glimlach was dat van Lisa Lewis en ze zit hier nog steeds bij mij in de studio. Zeg Lisa, vertel eens, heb je een drukke zomer gehad? Ik heb een hele drukke en een hele mooie zomer gehad. Jawel, zeker. Ik ben ten eerste afgestudeerd als leerkracht muziek. Echt? Muzikale opvoeding. Dat was heel leuk. Maar ja. Dat zal wel zijn. Hoe lang moet je daarvoor studeren? Drie jaar aan toch de hogeschool. Ja. Jawel. Okay, ik vond het ook heel leuk om te nooit, doen. Ik kan dus geen noot lezen, dus ik zou dat eigenlijk eens dringend moeten doen. Jawel, maar ik zou je weer bijles geven. Dat is heel goed. Komt in orde. We doen het. Voilà. Ja, en dan natuurlijk bij Radio 2 werd ik genomineerd als beste zangeres en beste doorbraak. En dan mocht ik toch de award voor beste doorbraak mee naar huis nemen, dus dat was ook fantastisch. Ja. Jawel. En dan voelde dat zo in de boekingen, in de optredens, dat mensen zeggen, hey, ze hebben een award gewonnen? Jawel. Vooral ook nu, de optredens die ik achteraf heb gedaan, merk je toch wel. Niet meer respect, maar toch wel een meer opkijken. Zo van, oh, maar dat is het. Ja, voilà. Okay. Een serieuze trap naar boven. Ja. Ik blijf met mijn voeten op de grond staan, maar toch merk dat aan de mensen dat die toch zoiets hebben van ja. Zeg, je zei daarnet van, het is mijn droom om daar mijn werk, mijn job van te kunnen maken. Is dat nu de bedoeling om naast muziek ook les te gaan geven, veronderstel ik? Of, Wel, het is zo dat het heel moeilijk is om... Het is niet gemakkelijk. Je hebt in een secundaire school bijvoorbeeld maar één leerkracht muziek nodig. Dus ik was wel aan het zoeken, maar ik ga nu 200% voor mijn zangcarrière. Ja. En ik heb zelf zoiets van, moest ik nu leerkracht muziek zijn en een aantal belangrijke optredens of zo aan de kant moeten schuiven, omdat ik altijd moet lesgeven. Dus ik ga dat nog eventjes aan de kant laten staan. Okay. Wie weet dat later nog van pas komt, je weet dat nooit. Ja. Het is altijd goed om een valkussen te hebben. Voilà, zeker. Zo gaat dat. Ja. Zeg, op het album staat ook je gloednieuwe single. Vertel daar eens wat meer over. Ja, wat ik voor je voel. Wat voel je eigenlijk? Heel veel sympathie. Ja. Okay. Wat ik voor je voel, heeft een heel bijzondere plaats in mijn hart, omdat dat het allereerste nummer is dat we hebben opgenomen in de studio. Okay. Dus dat was het eerste contact met de producer en arrangeur Yannick von Drie. Ah, die Yannick, ja. Een topgast. Ja, fantastisch. En het is gewoon een nummer waar je heel blij van wordt. Ja. Ja. Dat is een super nummer. Jawel, ik ben er heel enthousiast over. Geweldig. Dus daarmee de nieuwe single. Hè. Ja. Heel goed. Nog plannen voor de toekomst? Wel, ik heb een redelijk drukke toekomst, dus ik ga nog heel veel optreden. Ik hoop dat er natuurlijk dat die blijven komen, want ik sta ongelooflijk graag op een podium. Dat is het liefste wat ik doe. Ja. Voilà. Mensen vragen me ook altijd van, wat vinden jullie het leukst in de studio of op het podium? Dat is een 50-50 gevoel. Er is een moment voor het een en een moment voor het ander. Is dat bij jou ook? Jawel, want ik sta ook ongelooflijk graag in de studio. Ja. Ik doe dat echt heel graag. Ook omdat Yannick iemand is, niet op 2 uur snel inzingen, maar dat is echt... Een aantal uren dat je daaraan besteedt en dat is plezant. Het is leuk om zo binnen huis te werken. Ja. In een veilig nestje. Voilà. Ja. Geweldig. Nog even reclame maken. Sprong in het duister van Lisa Lewis. Haal hem nu in huis als je hem al niet zou hebben. Goed, Lisa, dankjewel om langs te komen. Over je nieuwe single gesproken. Jij was ook te gast op het Annencafé. Zeker. Samen zeker. Met nog heel veel andere Vlaamse artiesten. Daar gaan we nu even naar kijken. Mensen stellen vragen, de wereld lijkt verbaasd. Jij bent nog zo jong toch, waarom dan al die haast? Maar ik laat ze maar praten, want ach weten ze veel. Alsof het maar een spel is dat ik met je speel. Ze zeggen, het is vast wel goede raad, maar hoe kunnen zij weten wat er echt in mij omgaat? Ik heb al mijn liefde speciaal voor jou.
En naar goede gewoonte hebben we het andere shownieuws voor jullie gebundeld. De Nederlandse zangeres Anouk kennen we allemaal natuurlijk van haar hits Nobody's Wife en Michelle. Maar nu zingt de zangeres voor het eerst in het Nederlands. Dominique is de eerste Nederlandstalige van Anouk. Tijdens een concert in de Bijlmer Bias in Amsterdam bracht ze het nummer dan ook voor het eerst. Ik ga het wel doen. Ik ga het even proberen, maar het kan heel erg misgaan. Want ik heb het net van de week geschreven, dus die woorden zitten er nog niet helemaal in. Maar het is het eerste Nederlandstalige nummer wat ik ooit heb gemaakt. Ja, klap nog maar niet, alsjeblieft. Alsjeblieft. Want het kan echt fucked up zijn. Je staat in de douche, je kijkt me aan, voel ik ben verliefd. Oh baby, wat heb je me aangedaan? Nee, ik wil dit niet. Ik wilde loslekken, laten maar nee, het is nu al te laat. Want hoe je kijkt als je lacht naar mij, zoals je daar zo staat. Ik wilde niemand binnenlaten in mijn leven. Maar nu staat je naam al heel erg groot in mijn hart geschreven. Oh, Dominique, ik ga kapot als ik jou met die andere wijven zie. En wat ze ook beweren, nee, zij zijn het niet. Ik kan niet voor altijd wachten, zeg me alsjeblieft. Zeg me waar we staan, Dominique. Stromae is begonnen aan zijn tournee door de Verenigde Staten en Canada. De tournee van Stromae bestaat uit 11 concerten. 3 daarvan zijn in Canada en de overige 8 in de VS. Hij gaf het eerste concert vorige week in Miami. De Belg palmde de Amerikanen helemaal in. Ze zongen zelfs al zijn Franse teksten mee, die Amerikanen. Op het einde van zijn concert had Stromae nog een verrassing. Het optreden leek al afgelopen, maar toen zong hij nog Tous les mêmes a cappella. De hele zaal werd muisstil. De afsluiter van de tournee is op 1 oktober in New York, want dan staat Stromae in het beroemde Madison Square Garden. Dat Natalia haar grote liefde gevonden heeft, dat wisten we al. Maar Natalia stuurde nu vanuit Arizona dit schattige plaatje de wereld in met de tekst I love this man. En die man is Alexander Jackson, een Amerikaans psycholoog waar ze intussen al ruim 1,5 jaar een relatie mee heeft. Al tijdens de eerste dates verliep het contact van een leien dakje. Alex vroeg me wat mijn job was, verklapte de zangeres. Ik zei, I'm a singer. Waarop hij perfect reageerde. Oh, dan doe je die job waarschijnlijk ook heel graag. Verder heeft hij er dus geen woorden aan vuil gemaakt. Pas 10 dagen na onze eerste ontmoeting, toen we beseften dat het iets kon worden, heeft hij mij opgezocht op YouTube. Gelukkig vond hij het goed. En zoals elke week hebben wij ook voor u filmnieuws. Meryl Streep is weer helemaal terug te bewonderen op het grote doek. In de film Ricky and Flash speelt zij een bekende gitariste die alles opzij zet voor haar carrière. Tot zij beslist de strijdbijl te begraven met haar familie. Good evening, I'm Ricky Rendazzo. And I'd like to introduce my band, The Flash. You actually picked up. I've been trying to call you. How can I help? You could be there for your family. What's the problem? Well, Mom, I'm gay. We're eloping. I tried to kill myself. Dad didn't mention that. My therapist has me on Effexor. It's made me volatile. Hey. Anorgasmic. You're having orgasms. Anorgasmic. An means not. It's Latin. Hop in! She has got to be heavily medicated. A lot of things are going to change in your life. Someday you're going to find a gray hair, and I don't mean on your head. It was good that you came. Sometimes a girl just needs a mother. Hey, where are you going? Bathroom. Don't kill yourself in there. En de leukste concerten en evenementen kom je nu te weten.
Nu K3 op zoek gaat naar K3 en de afscheidtour bijna helemaal uitverkocht is, heeft Studio 100 beslist een extra show in te plannen. Wil je de oude en de nieuwe K3 nog aan het werk zien, dan kan dat op 16 en 17 april in het Edias Theater in Hasselt. Als je Scala samen met Kolasny Brothers aan het werk wilt zien, dan moet je op 13 december in de Basiliek van Koekelberg zijn. En Tom Barman en zijn Deus kan je op 10 december in het Forum van Luik gaan bewonderen. En zoals beloofd krijg je van ons ook nog de laatste nieuwe van Case Choice mee. Perfect Scar heet hij. Geniet van de clip en heel graag tot volgende week. Bye bye!